Professor Paul de Grauwe is emeritus hoogleraar aan de Universiteit van Leuven. Nu doseert hij op de London School of Economics. Hij wordt beschouwd als een van de gezaghebbendste macro-economen ter wereld. Hij ontving ons thuis in Leuven. Meneer de Grauwe, ziet u Italië als een idyllisch vakantieland of als een groot economisch probleem wat er aankomt? Ja, ik zou graag uitsluitend aan een vakantieland denken natuurlijk, maar het is inderdaad een groot probleem geworden, hè, zoals we de laatste dagen hebben gezien. Ziet u ook dat reële risico van een Italië wat uit de euro stapt? Dat risico is nu reëel geworden, ja. Het is nu uitsluitend een politiek probleem geworden. En het is duidelijk dat sommigen in de politieke wereld in Italië erop uit zijn om inderdaad Italië uit de eurozone te duwen. Hè. Dus de vijfsterrenbeweging en ook de Lega Nord, die hebben het duidelijk gemaakt dat het hun agenda is om uit de eurozone te stappen.